Niels de Schutter, ja. Eén woord, denk ik, past hier, hè. Legendarisch. Legendarisch, ja. Onverhoopt. We hebben heel veel vertrouwen in onze kwaliteiten en zo. En we wisten als we het goed gingen aanpakken, dat we hier wel wat konden rapen. Dat je 3-5 gaat winnen, ja, dat is natuurlijk onverhoopt. Ja, tijdens de rust, denk ik, had niemand dit toch voor mogelijk houden. Nee, dat misschien niet, maar ondanks het feit dat we achter stonden, bleven we er wel in geloven. We voelden het en we zeiden het tegen elkaar met de rust, dat ze er niet echt heel gerust in waren. En dat als we vroeg die een aansluitingstreffer konden maken, dat hier nog wel, of dat publiek misschien nog wel een beetje moeilijk ging doen en zo, en dat we dan nog wel wat konden rapen. Ja. Zelf pik je ook weer al je doelpuntje mee. Ja. Straks word je nog een echte topschutter. Hè? Ja, topschutter, dat weet ik niet. Zover zal het wel waarschijnlijk niet komen. Maar inderdaad, ik denk dat er veel jongens, inclusief de trainer en zo, aan het roepen waren van nee, ga toch niet mee. Maar uiteindelijk, ja, laat je toch meeslepen. En Koesement, Nielske Koesement had het heel goed gezien. En ik trap hem gewoon binnen, ja. Ja, en staan daar hebben ook enorm veel pijn gedaan. Hè. Op die flanken, niet alleen jij, maar ook Jordan Lukaku en Ruiz, die constant die flank afgingen. Hè. Ja, dat klopt, inderdaad. Vooral langs links, denk ik, John en Jordan, die toch wel een fantastische tandem vormen. En die menige clubs, hier ook trouwens, kunnen pijn doen. Oké, Niels, bedankt.